workshop aan het geven bij Kaliber Kunstenschool. Een blaasinstrumentenworkshop. Ik zie ze van allerlei leeftijden. Is dat het leukste? Ja, vind ik wel. Dus ik vind het heel leuk om, om verschillende leeftijden en verschillende niveaus te combineren. Want dan kun je elkaar een beetje op sleeptouw nemen. En we proberen eigenlijk iets te doen wat de meeste blazers niet gewend zijn. Namelijk zonder bladmuziek spelen en improviseren. En echt je oren gebruiken in plaats van de hele tijd in een partij gedoken te zitten. Dus we proberen echt vanuit de muzikaliteit dat te gaan aanpakken. En dat is voor eigenlijk iedereen nieuw. Of je nou net begonnen bent of al 10 jaar speelt. Dat, ja. Dat is best wel iets wat een beetje in opkomst is nu, blaasinstrumenten met effecten. Ik vind het een extensie van. Dus het is, in essentie is het nog steeds die muziek zonder franje. En met heel erg. Ik denk juist bij uitstek blaasinstrumenten zijn natuurlijk een extensie van je lichaam. Je bent niet piano aan het spelen of gitaar aan het spelen, wat natuurlijk een soort van andere klanken zijn. Je bent echt zelf het geluid aan het produceren. En ja, als je dat kunt vergroten met iets, of het effect groter kan maken met een galm of met een echo. Of met elektronische geluiden erbij, dan, ja, dan blijft het nog steeds je eigen geluid, je eigen lichaam wat het geluid produceert. Dus ja, ik vind het heel mooi.